Ik ben Stefan van Akker. Ik ben architect en ik werk voor architectbureau Jaspers Eijers. We zijn echt architect, dus wij doen alle taken die een architect doet. Maar echt puur architect. Dus wij hebben geen andere disciplines. Wij doen geen stabiliteit. Wij ontwerpen gebouwen en wij voeren gebouwen uit. Wij zijn eigenlijk een kantoor die bij wijze van spreken alles doet, behalve, laten we zeggen, woningbouw. En wij doen kantoorbouw, zeer veel. We doen allerlei grote complexen, maar vanaf een bepaalde schaal. Wij doen dus geen woningbouw en geen kleinere projecten. Ik heb wat je destijds wetenschappelijke opleiding noemde, moderne gedaan, hier in Sint-Gemaris College. De studies die ik gevolgd heb zijn die van architect aan Sint-Lucas in Brussel. Ik heb daarna nog bijkomende studies gedaan. Ik heb 2 jaar in de Verenigde Staten gestudeerd aan het MIT in Boston, een graduaatstudie. Ik zelf ben senior partner binnen het bedrijf, maar onze grootste opdracht is eigenlijk het opvolgen van projecten en het uitwerken van projecten. We zijn half intern op kantoor, dan sturen we het team aan op kantoor en half buiten het kantoor. Het kan dan zijn in allerlei soorten van vergaderingen of op de werf. En dan stellen we uiteraard ons werk voor en we keren terug met de feedback die we gekregen hebben, die we dan terug voorbereiden binnen het team om dan de volgende week terug te keren naar de vergadering. Bij aanvang van de werf is het het mee vastleggen van alle keuzes, het goedkeuren van al de materialen, tekeningen. En als de verf verder gaat, wordt het natuurlijk het kwaliteitscontrole, controleren of alles conform de bestekken wordt uitgevoerd en of de kwaliteit correct is. Ik heb die keuze heel vroeg gemaakt. Waarom precies, weet ik niet meer, maar ik had ze al gemaakt toen ik 12 was. Men heeft me dat gezegd in de studieoriëntatie toen ik 18 was, dat het al op genoteerd stond als ik 12 was. Ik denk, ik bouwde graag, ik tekende heel graag. En ja, ik had een paar voorbeelden ook van mensen die architecten waren en dat wou ik echt graag doen. Mijn verantwoordelijkheden zijn denk ik het vrij nauw opvolgen van projecten samen met klanten en daar alle problemen en alles wat daar als taak van architect rondhangt mee opvolgen. In die zin kunnen die divers zijn. Laten we maar zeggen, bijvoorbeeld bij een architect het verkrijgen van een vergunning, het correct uitwerken van de zaken. We zijn verantwoordelijk voor zijn de klassieke verantwoordelijkheden van een architect. Ik denk dat iedereen ze kent. Als er water in een gebouw komt, kan de architect mogelijk mee verantwoordelijk zijn. Klassieke verantwoordelijkheid. We krijgen ze allemaal, we volgen alle punten op. Ik denk, recent zijn de moeilijkheden vooral de, denk ik, timing. Zeer snel, het feit dat alles zeer snel moet uitgewerkt worden. Het echt opvolgen van alle zaken, zorgen dat alles tijdig binnenkomt, zorgen dat iedereen zijn werk doet, want we hebben ook een stuk een coördinerende taak. Dat is het moeilijkste. En zorg je dat het op tijd gebeurt. Ik heb een gevarieerde job. We hebben het voordeel natuurlijk dat een bouwproject gemiddeld 2 jaar duurt. Met ontwerp bij 3 jaar. En dat we toch tegelijkertijd met een aantal zaken bezig zijn. Dus je rolt eigenlijk van het ene in het andere project. Waardoor je automatisch veel variatie krijgt in je werk. Ook in de werkmethode, want eigenlijk elk nieuw project werk je met andere mensen en je leert doorlopend van die mensen. Dus er is zeker voldoende variatie. Maar ik denk dat de bouwheer in dit project ons gekozen heeft omwille van onze ervaring met gelijksoortige projecten. Hij wou ook wel absoluut dat het een prestigeproject was. We hebben trouwens in de aanloopfase van dit project heel verschillende ontwerpen getoond.
En meneer De Pape, die onze opdrachtgever was, heeft ons duidelijk gestuurd of aangegeven dat hij een heel speciaal gebouw wou. Een gebouw die in het oog sprong. We willen ook proberen te doen. Anderzijds hebben we ook een tweede klant die de gebruiker is van het gebouw, KWC, die ook heel duidelijk heeft laten verstaan dat ze een rationeel gebouw wilde. Vandaar dat je eigenlijk dit gebouw ziet die een vrij eenvoudig grondplan heeft, een vierkant, maar waardoor die schuine snede die in het gebouw zit, je eigenlijk toch een gebouw met een heel dynamisch profiel krijgt. En ik denk dat we als architecten erbij gevraagd zijn omdat we al getoond hebben dat we met dit soort van projecten om kunnen, dat we snel kunnen reageren, dat we precies zijn, dat we technisch de know-how hebben. Maar anderzijds dat we ook de meerwaarde hebben om van het ontwerp iets extra te maken. Het is geen doos, geen koekendoos, maar een gebouw die uitstraling heeft. Als je aan een project begint, vormen wij een nieuw team en maak je eigenlijk een groep waar je 2 jaar mee gaat samenwerken. En ik zie eigenlijk dat we ongeveer equivalente posities hebben. Trouwens ook met de verantwoordelijke van de bouwheer. En we vullen elkaar aan. We hebben uiteraard allemaal een verschillende taak, maar we vullen elkaar aan. Ik bewaak de architectonische kwaliteit en wat we eigenlijk in het lastenboek hebben voorgeschreven. De aannemer doet andere zaken. Wij communiceren heel vaak. We communiceren op heel veel verschillende manieren. Heel veel via e-mail, maar ook via formele documenten. Hè. Hij legt documenten voor, wij keuren ze goed. We hebben discussies. Er is een heel intense samenwerking tussen architect en aannemer. En ik moet zeggen dat die heel fijn verloopt op deze werf. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen eigenlijk gelijkmatig aan bod kan komen binnen zijn beroep. Dat iedereen luistert en dat gebeurt zeker. In dit project. Ik heb een jaar gewerkt in Chicago voor SOM, Skidmore, Owings & Merrill, aan een project die toen een torengebouw ook was in Barcelona. Je kent misschien de toren, het is de toren met de kruisen waar die grote vis voor staat aan de zee in Barcelona. Dat was een toren voor de Olympische Spelen. En ik kan denk ik iedereen aanbevelen om na de studies toch een ervaring op te doen in het buitenland, want dat is eerst en vooral heel plezierig en dat verruimt je toch wel. Eigenlijk zijn er voor een architect na de opleving niet zoveel taken, omdat het contractueel wordt eigenlijk ons werk afgesloten na de aanvaarding. Er zijn er natuurlijk nog wel, en ik moet zeggen dat er vaker zijn, omdat wij meestal gebouwen realiseren die nadien mogelijk verkocht worden of via een of andere constellatie overgenomen worden door een andere partij. En dan staan we de opdrachtgever bij om die transacties zo vlot mogelijk te laten lopen. En dan is er een kleine nazorg, de klassieke zaken, maar dat valt eigenlijk al bij al nogal mee. Als er uiteraard problemen komen met het gebouw, dan worden we er ook bij geroepen. Maar het is eigenlijk een heel klein fragment van ons werk. Architect blijft 10 jaar aansprakelijk na de oplevering van de werken. Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen aan de bouwsector is dat je natuurlijk zaken realiseert die zichtbaar zijn en tastbaar zijn en blijven. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die jobs hebben waar niet zo'n tastbaar resultaat van komt. Dat is toch wel super, zeker in het geval van de toren. Iedereen heeft het gezien. Dat is een van de fijnste zaken. Iets realiseren dat niet bestaat. Het is een heel boeiend beroep die ook onderworpen is aan heel wat variatie. Zowel de technologische evolutie naar technieken en naar ook stabiliteit toe, maar ook naar methoden van bouwen, methoden van samenwerken. Zit er toch wel heel wat evolutie in. Als je alleen maar denkt, ik ben begonnen toen de computer het CAD tekenen eigenlijk nog maar helemaal in de beginschoenen stond. We hebben er een beetje van op geleerd op school, maar hoe dat geëvolueerd is, ik denk dat het een beroep waar zeer veel evolutie in zit, waar je ook moet openstaan voor veranderingen. Alleen dat al is denk ik een prachtige uitdaging. Duurzaam bouwen is vandaag een van de
echt een van de belangrijkste elementen. Als je weet dat binnen een goede 10 jaar het energielabel van een gebouw een erg belangrijk element zal zijn in de verkoop, in de transactie van gebouwen. En dat men binnen 10 jaar ook over een energie-neutrale gebouwen spreekt, dan moet je daarin mee. En wij investeren daar ook de nodige tijd in. Eigenlijk zijn de opleidingen, of de opleiding die ik genoten heb, is toch ook gedeeltelijk een academische opleiding. En start ook vanuit de algemene vakken fysica, wiskunde, om dan concreter te worden in het verloop van de studie. En dat is geen probleem. Ik denk trouwens dat de instroom in een architectuuropleiding nog altijd grotendeels vanuit ASO komt. Er waren wel enkele mensen uit TSO, ook in mijn periode, maar dat vormt geen probleem. Maar ik denk dat de meeste voldoening komt uit het feit dat als je goede reacties krijgt op je werk. Ik denk dat dat voor iedereen zo is, of je nu architect bent of om even welke job. Dus daaruit komt de grootste voldoening. Een klant die tevreden is met het gebouw die gerealiseerd is, is uiteraard het leukste. Maar het kan ook zijn binnen het proces waarbinnen dat we werken, als iemand je inbreng waardeert. Dat zijn de leukste momenten uiteraard.